Vanuit Totenvoud zijn we doorgereden naar een van de plekken uit mijn boek Spirituele Plekken. Dat is de Sint-Valentinuskapel. Een bijzondere plek eigenlijk bij Westerhoven, iets ten zuidwesten van Eindhoven. In 1947 heeft pastoor Bannenberg uit Tilburg besloten om hier een kapel te bouwen. Hij vermoedde dat op deze plek een veel oudere kapel ter ere van Sint Valentinus gelegen heeft. Nou, dat bleek ook zo te zijn, want al snel vonden ze hier balken en fundamenten die wijzen op tussen die oude kapel. Er is ook een plek waar een bronnetje is. Kijk, de kapel, dat zien jullie in de beelden, is gebouwd naast een riviertje, de Keersop. En vlak naast het kapelletje ligt een bron. En volgens de legende is dat een genezende bron. Een bron met bijzonder water. Ik zou het zelf niet nemen, want ik laat het je straks zien in de beelden. Het ziet er heel vies en donker en smerig uit. Dus ik zou er zelf geen water... Maar misschien dat tientallen jaren geleden dat het water nog drinkbaar was. Maar goed, het is een bijzondere plek. Kapelletjes hebben altijd mensen aangetrokken die op spirituele zoektocht zijn. En daar is deze plek ook voor bestemd. Ik denk dat, zoals ik hem in mijn boek beschreven heb, probeer ik hier mensen naartoe te brengen die zeg maar die mystiek en de spiritualiteit willen vinden. En dat vind je hier. Het is een prachtige omgeving. De beelden die laten dat ook zien. Van hieruit gaan we onze reis zo weer verder zetten richting Eindhoven. Wat zeg je, Elko? Je ziet ook stenen in de vorm van een duif. We zijn nu bij de Sint-Catharinenkerk midden in Eindhoven. De kerk is van recentere dame. De vroegste bouw is rond 1200-1300. Maar vroeger waren hier, het was hier een opgraving. Hier zijn opgravingen vandaan en voorwerpen gevonden uit de steentijd, uit de bronstijd, uit de ijzertijd. Het was dus een bewoonbaar gebied, niet permanent, maar er waren al veel menselijke activiteiten hier. En deze plek is best wel bijzonder. Ik heb een boek gelezen over de stenen spreken van een Nederlandse schrijver. En die verhaalt over de piramide van Cheops en de piramide van Cheops.
Die verbergt een geheim. De omtrek was niet helemaal volgens berekeningen die ze getrokken hadden. Het blijkt namelijk dat er een afwijking zit in elke zijde. En die afwijking met het getal 286,1, dat bleek later de sleutel te zijn om meerdere mathematische grootheden te ontdekken in de piramide, waardoor veel ontdekkingen zijn betreft afstanden en tijdsbepalingen. En die dat cijfer 2861, dat is bijzonder, want de piramide van Cheops ligt natuurlijk met andere drie piramides naast elkaar, maar met nog meer andere gebouwen in de omgeving vormt het het kopie van het sterrenbeeld Orion. Wat heeft dat met Eindhoven te maken, zou je zeggen? Nou, Eindhoven legt precies 28,6 of 2861 graden vanaf de piramide van Cheops. Als je daar een lijn trekt, kom je precies op dat getal eind naar Eindhoven toe. En wat is nou de connectie? Nou, Eindhoven legt net zoals de piramide van Cheops als derde punt in een kopie van de sterrenbeeld Orion. Hoe raar dat ook is en hoe vreemd dat ook is. Maar u zult op de beelden die we bij de film tonen, zult u dat heel mooi kunnen zien. Nou, we staan hier buiten gerucht Egypte. Die heeft Henk gevonden op de kaart. En dat is natuurlijk mooi, vlakbij Eindhoven. Zoals we net gezien hebben, is Eindhoven een connectie met Egypte. Er zijn wel meer plekken in Nederland die een connectie met Egypte hebben. En daar vind je trouwens meer plaatsen met een buurtschap of een dorpje Egypte. Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig. En ja, het is leuk om hier even te zijn. En we hopen dat jullie het allemaal weer spannend vonden en leuk vonden. Geef een reactie, geef een commentaar, dat is altijd leuk. En hopelijk tot de volgende keer.